Ja, welkom bij een nieuwe vlog. Ik sta hier bij de snelweg. En dan zie je de A27. Maar dit scheidt eigenlijk het stuk tussen Den Oost en Oosterhout. Wat vroeger natuurlijk niet was. Maar ja, nu wel. Maar ik wil het een stukje geschiedenis over Ter Horst op Den Oost en de Heikrant. Mooi stukje wat veel mensen niet kennen. En ik dacht, voordat de zon ondergaat, gaan we daar nog eens even filmen. Dus ik neem jullie mee net als vorige week. Gewoon als zwevend door een stukje Den Oost. En dan doe ik een mooie voice-over. En dan doe ik jullie vertellen over een stukje geschiedenis. Dus ga met me mee. Heikrant is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant. In de regio West-Brabant. Dus de gemeente Oosterhout. Oftewel Oosteind. Hier fiets ik in het nieuwe stuk van de A27 en het knooppunt. Dat onlangs de vernieuwing heeft doorgemaakt met een aantal rotondes en betere doorstroom. Geschiedenis. Zoals de naam al aangeeft, is de Heikrant het gebied dat tegen de vroeger bestaande heidegronden ligt. Dus toen lag er nog geen snelweg tussen, wat ik daar straks al zei. Het sluit aan bij het gebied rondom de drie kloosters, dus de Heilige Driehoek, aan de overkant van de snelweg. Voorheen was dat hetzelfde, natuurlijk kun je gewoon doorlopen of fietsen of ding met kar en paard. Het betrof de zandgronden die grotendeels uit de heidevelden en stuifduinen bestonden. De Heikrant is één van de oudste gebieden van Oosterhout. De bodem van de zandgronden steeg hier wel tot 6 meter en bleef dus gespaard voor de winterse overstromingen. De boeren vestigden zich vooral langs het Rulletje, het snel stromend beekje. Daar komt ook de Rulstraat vandaan, want onder de Rulstraat is nog steeds een of ander beekje. In ieder geval, dat was vroeger, dus ik weet niet of dat er nog is. Het Rulleke, zo noemden ze dat. In de Oosterhoutse mond. Nou, hier rijden we dus langs de Kronkelweg. En de boerenhoeven die er nu staan, stammen uit de tijd van de 18e eeuw. Circa 1740. Zij behoren tot het Brabantse lang geveltype en liggen in typisch Vlaamse schuren bij. Om hun akkers tegen stuifzand te beschermen legden zij vroeger boerenhoutwallen van struiken en bomen. Tevens dienen zij als afpaling van de landerijen en geven zij de boeren de nodige geriefhout. Dus deze waren dan gewoon afgezet eigenlijk als soort hekken, voorloop van de hekken van tegenwoordig. Dus. Buurtschap Heikrant heeft drie rijksmonumenten die allemaal betrekking hebben op de langgevelboerderij op nummer 86. Het betreft een boerderij, de Vlaamse Schuur en de Karschop. De boerderij dateert voor 1700. Namen, geboorte en overlijdensdata van de bewoners zijn bekend vanaf 1729. De boerderij is begin 19e eeuw uitgebreid en vanaf 1974 zorgvuldig verbouwd tot woonboerderij. Het woongedeelte beschikt nog over een zeldzaam compleet authentiek interieur. De langgevelboerderij is van algemeen belang. Het pand heeft cultuur-historische waarde als voorbeeld van een boerderij waarin de bewoninggeschiedenis mede door de rijke muntschat goed is gedocumenteerd. De akkers zijn bolakkers, die er door omlaaglopende zijkanten voor zorgen dat er voldoende afwatering was. Het beste zien is dit van de oude Heikrantse pad, in de volksmond de Sterk.
Tussen de Bremstraat en dit pad ligt een voormalig Jamin-terrein. In 1998 is hier een vijver aangelegd. Bij de aanleg zijn de resten aangetroffen van een laat-middeleeuws veekraal. De verzamelplaats voor vee bestond uit een klein met palen en vlechtwerk omheind terrein. Om de grens van de akkerland en de woeste gronden en de heide. Aan de huidige weg Heikant liggen maar vier panden met huisnummers 47, 49, 86 en 88. Gezien deze nog op het eerste oog serieuze nummering, zou je kunnen vernoemen dat de ruilkaveling hier kennelijk heeft flink huisgehouden, waardoor er een aantal panden zijn afgebroken. Dat blijkt echter niet het geval. Deze panden en dit wegdeel maakt oorspronkelijk deel uit van de Hoogstraat, wat ik al eerder zei, dat de A27 er doorheen loopt. Hierdoor vermelden die op de manier dat de Hoogstraat is afgesneden van de Hoogstraat. Deze hebben de straatnaam Heikant gekregen, waarna de buurtschap deze panden onder deze panden vallen. Deze hebben de oude Hoogstraat huisnummers behouden. Overigens zijn door de komst van de snelweg wel enkele panden gesneuveld. De oude bestrating van de Hoogstraat al hier nog te zien op de oprit, de hieronder beschreven boerderij nummer 86. Overigens heb je dus de buurtschap Leizen, de buurtschap Heikant en de buurtschap Terhorst. Dus dat ligt eigenlijk heel erg op elkaar, vandaar Leizenstraat. En vroeger liep het natuurlijk door. Dus kon je gewoon van de ene kant naar de andere kant zonder dat je de snelweg over hoefde. Daarvoor zijn er nu bruggen gekomen. 100 jaar geleden, in 1906, werd aan de Hoogstraat, waar ik momenteel omhoog fiets, de eerste steen gelegd voor de Benedictijner Sint Paulus Abdij. Het werd het onderkomen voor de Franse monniken, gevlucht omdat de wetten van de Condé religieuze gemeenschappen in Frankrijk werden verboden. De bouwmeester van het nieuwe klooster was Dom Paul Bellot. Hier fiets ik weer Oosterhout in. Mooi stukje Hoogstraat. Momenteel is het vanaf 2006 de abdij leeg, maar wel weer gevuld met de Franse commune de Chimeneuf. En daar kun je ook bezinning en tot stilte komen en rust. Het is vooral een nieuw klooster waar je niet kan of mag praten. Gewoon echt bij jezelf te blijven. En natuurlijk hier de kaasboerderij. Ook erg leuk. De Heilige Driehoek. Mooi met zijn Hoogstraat. En dan fiets ik zo richting Catharinadal. Ook een mooi stukje. Echt ook de moeite waard om te gaan kijken. Ik vertel het hierna. Maar ik vertel het nu ook. Bij vast wel. Mooie foto's van leraren van diverse scholen. Hans Keur heeft dit mede mogelijk gemaakt. Een hele mooie portretten gemaakt van de leraren. Dus de moeite waard om even een blokje om te gaan wandelen, even deze laan in te lopen en even de verhalen te lezen die erbij staan van de leraren zelf. Nou, dat was dus een stukje geschiedenis van de Heikant. En het is eigenlijk best bijzonder, want ja, je moet er zijn, anders kom je er niet. Dus ik dacht, laten we dat eens gewoon doen. Eens er naartoe rijden. En
Oh, het idee dat hier iets op mijn rug zit. Maar het zal wel de spiegeling van de zon zijn. Maar het is hier ook hartstikke druk. Want hier zit een restaurant tegenwoordig. En met kloosterwijnen. En ja, ik denk dat ze ook geen plek hebben om te parkeren. Want hier staan allemaal auto's in de berm. En ik kon dit ook zien, want dit is ook een mooie expositie van leraren. Ik kan even niet zeggen van welke school. Dat moet ergens staan. Van vast wel. Hans Keur, dus de fotograaf. En het is van allerlei scholen, zie ik nou. Er zitten allerlei borden bij. Zover was ik nog niet. Daarover later meer. Nou, ik zou zeggen, een zalig Pasen. En maak er iets van. Want ja, het is ook een soort samen zijn. En of je gaat iets leuks doen, of je bent op een festival. Het kan allemaal. Maar ja, daar wou ik me afsluiten. En tot volgende week. En lekker paaseieren zoeken, hè? En het is hier mooi, hè? Het is gewoon avond nu, hè? Heel fijn. Vrijdagavond. En je hebt dit. Dus, nou ja. Beter kunnen we het niet hebben. Tot volgende week.